25 mei. We zijn in Nagoya. We gaan nu naar een tv-show samen met een SO's. En een Japanse vechter, Oshi is zijn naam. Een tv-show, we zien ons uit. Hoes. Oshi-san is kampioen van de ISK wereldkampioen. We moeten zonder vechten, hij is kampioen. Oranda, ja, 24 mei vandaag gaan we naar de paardenrace in Nagoya. En mijn paard heet Aard, waar hij gaat. De man is fan van me. En dan gaan we even naar de paardenrace kijken. Hoes. Ja, dit is de baas van mijn paard. De naam is Aard Legend. Dat is een jockey. Weegt deze groep gewicht, 51 kilo, dus weegt hij te zwaar. Dus de man zei, kom zo meteen. Laat die over zien. Oeh. Dit is wel go. Oh, dit is een maar van Tokio. Het zijn bij paardenraces. Zeker. Allemaal. Nu worden de banen schoongemaakt. Ik ga het jullie even allemaal goed uitleggen. Het is de eerste keer dat ik er ben geweest, dus ik vind het wel interessant om te zien. Ik leg het gelijk even uit. Straks, nu komen de jockeys. Ja, dat laat ik jullie dadelijk wel weer zien. Op de baan nou, de volgende race. Is aardig. Ik ga even kijken wat ze doen. Dus ze hebben een weddenschap. We kregen 5 mijlen wedstrijd. 500 ingezet. En we 2,5 rug maken. En als ze niet winnen, als de aard niet nummer 1 eindigt, dan babbel ik. Vlees incoming. Ja, ben je het opnemen? Aard Legend is nummer 2. Komt er nou aan, moet er eens slaan. ちょっと遠いかな、これアーツ。お兄ちゃん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 。お
お茶今頼みました。Cliff van de Vechter.
ben al de hele nacht wakker. Eergisteren is het me ook niet echt gelukt om te slapen. Ik heb denk ik een soort van last van een jetlag. Ja, de zon is ondertussen ook al opgekomen zoals je ziet. We zijn in Japan, Nagoya. Ik ben aangekomen op 74, 75 kilo. Zoveel woog ik toen ik hier aan was geland. Maar we moeten naar de 70. Dus we zijn nu al 2 dagen lang sauna's aan het pakken. Ik heb nu sinds 6 uur, 7 uur in de ochtend ben ik eigenlijk zout gaan kopen. Sindsdien zit ik de hele tijd een hete bad te nemen. Even eruit, handdoek om me heen, uitzweten en dan weer terug in bad. Ik denk dat we straks om rond 12 uur gaat de sauna hier beneden open. Gaan we daar ook even een saunaatje pakken. En dan kijken of het ons al is gelukt. 70 kilo moeten we zijn. Oeh. You got to wait? You got to wait? 69.9. Okay. So all the work wasn't for nothing. Like 25 mei, één dag voor de Host Cup. Samen met de Nesri at de persconferentie en de weigen. So ik ga even kijken wat die hier is. Great to be here. See my old friends of the old days, see my old brothers. And for tomorrow, I hope all the fighters wish them good luck and all the best to lose. It's a little bit difficult. 26 mei, klaar voor de partij. Kijk wie er is. Hey Sifu. Hey! En Wonderboy Ilias. Utah. En kijk eens hier. En net zo zwaai eventjes. De camera, hoor. Alles goed. Oké dan. Kijk eens even. Hoe opgenomen door de camera's. Nihonno tegen wie? Japanse televisie zonder het filmen. Dus I remember that too. So, Nersho says who's come first? Yes, then Jindo. Legend, okay. Yeah. And pause, please. Yes. Okay. Host Cup Legend DNA Fight! それで
Muslim brothers from 78, and Ernesto. They have a long, long history in kickboxing, so happy to be here. Ooze. Miyazawa, konnichiwa, Peter Akos.